luisteraars, met Fortunate Son op deze 90ste aflevering alweer van de Oranje Zomer vanuit Otterlo. Helene, als ik even naar jouw jaar kijk, ik sprak je afgelopen zomer nog bij de Oranje Zomer. Toen dacht ik, volgens mij zit je echt op een hoogtepunt in je carrière. Dat je echt kan doen op dit moment, dat je kan shinen. Hoe zit je er zelf in dit jaar? Nou, zo kijk ik er zelf helemaal niet naar. Ik ben daar een stuk nuchter in. Ik doe hartstikke leuke dingen en dan ben ik heel erg blij omdat ik dat mag doen. Maar het is niet dat ik nou in één keer denk van koekoek, ik sta daar. Ik kan wel over de Oranje Zomer zeggen hè, dat het je kansen heeft geboden. Hè. Je gaat nu de Big Balance doen. 6 bekende Nederlanders trainen 4 maanden lang om het onmogelijke onder de knie te krijgen. De grote finale waar jullie gaan highlinen is in de nok van de arena. Denk je dat dat soort programma's ook op je pad waren gekomen als je daar afgelopen zomer? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, dit was allemaal al besproken voor de Oranje Zomer. Want we zaten in die coronatijd en er was weinig. Dus nee, ik denk daar niet op die manier zo heel bewust over na. Ik heb ook geen carrièrepad uitgestippeld. Ik kijk gewoon wat er komt. Ja, want dat vroeg ik me af. Wil je nou meer de richting van Linda de Mol in? Een beetje de spelshows? Of wil je meer ook die sportpresentatrice bij? Wat is een beetje wat je wilt? Nee, ik ben echt van de sport. En ik vind ook waar je werkgever je nodig heeft. Ja, daar sta ik. En met succes. Ik zag laatst dat je een huis hebt gekocht. Ik kan me dan denk ik van je staat nu heel nuchter te praten. Maar ja. Je hebt wel succes. Hoe blijf je zo nuchter dan? Ja, dat zit gewoon. Ja, maar iedereen. Is dat Brabant? Op een gegeven moment koopt iedereen toch een keer een huis. Ja, maar niet van een miljoen hoor. Ik niet hoor. Nee, maar je moet niet alles geloven wat er staat. Oh. Nee. Dus laten we daarbij houden. Niet alles geloven wat er staat. Dat klopt niet, mensen. Maar ik ben inderdaad wel verhuisd, dat klopt. Ja. Dat is het enige wat er wel aan klopt. Dus nee, hoe ik nuchter blijf, ja, dat zit toch ook gewoon wel een beetje in mijn karakter. Als ik thuis kom, zegt mijn moeder echt gewoon bij het beentje op de grond. Niks aan het handje. Kijk. Tot slot, we spraken elkaar afgelopen zomer en toen maakte u nog een grapje. Hè? Het gezinnetje van Helene wordt binnenkort uitgebreid. Ook ja, dat nog? Ja. En ik ben niet de vader. Nee. Wil je beloven dat je dat niet aan Maxime Hartman gaat vertellen? Dat nee. Je dat alleen bij ons nee. Vertelt? Nou ja, je hebt de scoop al. Johan is niet de vader, maar het gaat gebeuren. Wauw. En ja. Hoe voel je je? Hoe gaat het? Goed. Ja, ja, zo zie je er ook uit, anders zou je het goed verborgen. Oh, jij snapt er helemaal niks van, maar jij zit hier een beetje te kijken, ja. Maar er is niks nee, aan de hand. Nee, ik kijk alleen maar eens over. Je kijkt naar hele andere dingen. Dat durf niet, denk ik. Oh, hoeveel maanden? Hoeveel... Nee, ik krijg een hondje. Ik krijg een hondje. Dan hadden we jou goed te pakken, hè? Dan had je mij goed te pakken, ja. Maar nou, het is ook ik net wilde een baby. Wat weer terug. Want hoe zit het deze kerst? Ben je alleen? Dat willen heel veel mannen natuurlijk. Nee, ik ben zeker niet alleen. Nee, Bobby is erbij. Dat is mijn grote liefde. Mijn familie is erbij, dus nee, ik ben zeker niet alleen. En voor alle mannen die kijken... Ik kan hier niet weg. Wat wil je precies weten? Primeur. Jij wil weten of ik een vriend of vriendin heb? Ja. Ja, geen vriendin, want ik val niet op dat vrouwen. Dat was ook een roddel, hè? Dat je, ja, maar ja, daar kan ik niet zoveel mee. Dat is prima. Maar voor de rest, ik heb wel eens eerder aangegeven. Het is niet om mysterieus of geheimzinnig te doen. Maar ik praat eigenlijk niet zo snel over mijn privéleven. Of eigenlijk over mijn liefdesleven, zo moet ik het goed zeggen. En dat is niet omdat ik dat niet zou willen. Maar het kan ook wel zijn dat er een andere partij is die zegt... Nou, dat wil ik liever niet of ik wil niks met de media te maken hebben. In dit geval dus dat, is dat zo, dus we moeten het daarvoor. Dat zou kunnen, maar Bobby is mijn... sowieso, dat kan ik wel melden, is mijn grote liefde. Heb je een fotootje van Bobby? Nee, ik wil dat er nu, dat komt er nu in. We plakken het er kijk nu nou, wat een schatje. Heerlijk.